kleine kindertjes in groepjes, 's morgens een paar, 's middags een paar, de volgende dag weer een andere paar, 's middags weer een andere paar, dat ze toch allemaal aan de beurt komen zo door de week heen. Ik heb een vriendin erbij gekregen, ja, helemaal leuk, gezellig, die woont daar, maar ik maakte me zorgen om haar, omdat ik bij haar een verpleegkundige zag, ik denk, die is niet goed. Ja, lieve vrienden, het is alweer een dagje later geworden. We leven nu op de dinsdag 21 april en om 13:25. En ben al enige tijd eruit hoor. Ja, ik had andere dingen te doen. Maar ik ga straks wel eventjes Rijke uitlaten. En ik ga niet verder weg of zo. Nee, want ik heb andere dingen te doen. Ik moet ook voor YouTube zorgen, oftewel voor jullie. Want ik moet nog meer filmpjes in elkaar zien te flatsen en doen. Want ja, dat moet toch wel verschijnen op YouTube, hè. Het staat wel op mijn pc. En dan moet ik al die nog kijken welke dagen dat zijn. Ik moet het allemaal weer uitzoeken. En dan moet ik het in mappen doen en dan moet ik het een film van maken en dan moet ik het naar YouTube brengen. Er zit even genoeg veel werk in hoor, om een vlogster of een vlogger te zijn, ja. Hé, Ewen? Ja nou, ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Morgen dan komt Rebecca. Ik weet niet wat die Jack Pater van Cirelo doet, maar voor mij blijft me weg. Ja, ik heb toch niks aan, ze doet twee keer niks. Nee, dat ben ik niet hoor. Maar in ieder geval, hij hoeft voor mij niet mee te komen, nee. Daarbij, ik wil ook van de week proberen te trachten als ik eraan denk en anders zet ik hem wel klaar. Die urn van Vrodel eindelijk eens een keer bewerken en dan de urn van Arwen eventjes maken. Want daar is het afgevallen. En dan kan het gedeeltelijk van het as in dat urntje van Vrodel over. En dan heb ik nog nog een beetje in de strooikoker van Arwen en ik heb er nog een beetje van Vrodo. En ja, dat moet nog ook op de dijk uitgestrooid worden. Nou, dat komt wel. Ja, dat kan ik ook wel in mijn uppie doen. Ja hoor. Dan gaan ze allebei achter het baasje en achter oma aan. Simpel. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Maar oké, Kandel die zit daar. Ewen die zit op de rugleuning van de bank. En Rijka ligt op de bank. Ja, ja. Leuk, hè? Ja, lieve beestjes heb ik. Ik ben er maar wat wijs mee. En degene die mijn beestjes wat doen. Nou, die andere stok staat daar. Die hebben mijn stok dus in hun nek te hijgen, hè. Dat kun je wel begrijpen, hè. Ja. Want ze komen niet aan mijn dieren, want dan komen ze aan mij. En ik kom dan aan hun. Want ik pak zo'n stok van, wat zal jij daar? Ja, simpel. Hé? Ja, wat een dikkie. Wat een dikkie. Mijn diertje, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van deze prachtige mooie dag. De vooruitzichten zijn goed qua ook... Ik heb er net gelezen dat de scholen hier en daar weer open gaan, maar dat ze in groepjes eigenlijk, dus kleine beetjes, naar school toe gaan. Dus kleine kindertjes in groepjes, 's morgens een paar, 's middags een paar, de volgende dag weer een andere paar, 's middags weer een andere paar, dat ze toch allemaal aan de beurt komen zo door de week heen. En met de grote idem, die toch gaan ze dat denk ik aanpassen. En die anderhalve meter, hè. Dus in plaats van de tafeltjes tegen elkaar aanstaan, worden ze dan anderhalve meter uit elkaar gezet. Zo
wordt het gedaan, denk ik. Ja. Ik heb ook niks aan doen. Het moet wel helemaal zo even. En als alles geloof ik voorbij zijn, voorbij is, dan gewoon je normale leven proberen te hervatten. Als je iemand een knuffel wilt geven, moet het kunnen. Ik bedoel, de griep kun je ook dood aan gaan. De Mexicaanse griep, weet ik veel wat voor griepen we allemaal wel niet hebben gehad, al die virussen. Het is een naam, ja, en het is de media en het zootje ongeregeld in Den Haag die de mensen bang maken. Nee, je moet niet bang zijn, want we gaan altijd wel eens een keertje dood. Iedereen gaat wel eens een keertje dood. En of het nou nu is of later, God haalt ons op wanneer het onze tijd is. En als hij zegt het is nu jouw tijd, dan ga je. .nl. Ja. En het hoeft niet door die corona te wezen. Gisteren heb ik toch dat mooie boeket laten maken. Was ook geen corona. Die man is overleden, zeg ik het een keertje. Kan gebeuren. Ja. Je kunt de deur uitstappen en je nek breken. Je denkt er niet bij na. Nee, moet je nou ook met die virus niet doen. Laat ze ouwe hoeren. Hou enkel rekening mee met wat je nu moet, want anders kost het je geld. Ja, krijg je een bekeuring. Maar in ieder geval, zo denk ik erover. Ik ben ook maar een mens, van vlees en bloed. En ook ik ga ooit eens een keer naar de hemel toe, naar mijn man. Ik wil nu ook nog leven. Ja, dat willen we allemaal. Maar als je gaat, dan ga je. .nl. Ja, hallo, wat doen we daar? Viespuik. Gaat geen troep op eten, hè? Maar oké. Okay. Dat is een stukje karton van je eigen troepje. Nou ja, maakt niet uit. Ik zou zeggen, ik ga lekker met Rijka lekker wandelen. En we zien wel wat we tegenkomen. Ik neem de camera gewoon even mee, want gisteren zag ik iets leuks. Ja, er kwam een bootje aangevaren door de gracht met een meneer daarin. Maar die maakt golven natuurlijk. Maar er liggen ook van die gekke bootjes allemaal aan de wal. Eentje is half gezonken. Wordt ook niet naar boven gehaald door de eigenaar. Waarom weet ik niet. Maar het is mijn bootje niet, dus kijk het maar. Maar in één bootje zat een poezenbeest. En die schommelde helemaal heen en weer. Hij angstig kijken. Oh jee. Echt leuk. Dus als ik daar zoiets weer zie. Ja, dat is even leuk om te filmen, weet je. Dus ik neem jullie wel even mee. En vlog ik niet. Ja, dan hebben jullie pech. Ja, simpel. Dan doe ik het wel weer wanneer ik thuis ben. Maar voor nu zou ik zeggen. Geniet van alles wat jullie doen gaan en wat ik doe gaan met mijn diertjes. Ja, yeah. Wees blij, wees vrolijk. Het zonnetje schijnt. Wat willen we nog meer? Ja toch? Wees gewoon blij dat je er bent. Weer een dag erbij. Kom op, vrolijk zijn. Ja, en we zijn alweer thuis. Ja, ik ga lekker een bakje koffie doen en ik ga even lekker even niks doen, want ik kom thuis met pijn in mijn rug. Oftewel mijn lumbago. Ja, rug, dat is mijn onderrug. Dat is in het Latijns lumbago. Dus ja, moet even bijkomen, even bijdenken. En toch heb ik maar het korte loopje gedaan. Maar het waait langs de gracht nogal flink. En ik heb hier en daar even staan te praten op afstand, een gepaste afstand. Ja, en zo heb ik weer een vriendin erbij gekregen. Ja, helemaal leuk, gezellig. Die woont daar, maar ik maakte me zorgen om haar, omdat ik bij haar een verpleegkundige zag. Ik denk, die is niet goed. En nou was de apotheek bij haar aan de deur. Maar ja, de hondje die vloog naar mij toe vanwege Rijka. En ja, toen kwam ze dus toch naar buiten. En blijkt dat ze bijna niet kan lopen door een versleten knie. Dus ze moet geopereerd worden. Ja. En ik denk dat dat wel in Alkmaar zal moeten geschieden. Want Den Helder kan toch niks. Nee. Wat dat er gaat, het ziekenhuis hier in Den Helder is flut. Daar schoot het vroeger wel hoor. Ja, redelijk goed waren we hier hoor. Ja, maar sinds dat die ziekenhuizen allemaal naar beneden kelderen, waarom weet ik niet, want het ziekenhuis heet toch altijd en altijd nodig. Ja,
Maar in ieder geval, er vielen toen ontslagen. Mensen die werden ontslagen bij ziekenhuizen en ze gingen inkrimpen en die ging daar naartoe en dat ging daar naartoe. Ze gingen fusilleren. Nou ja, zo moeten wij dus in principe voor de grotere dingen naar Alkmaar. Daarom is mijn man dus ook overleden, onder andere, omdat we helemaal naar Alkmaar moesten. Ja, konden ze dat hier allemaal, had hij misschien ook wel overleden, maar wel beter geholpen geworden. Ja, omdat het sneller was gegaan dan nu het geval was. Je moet eerst door in een half uur rijden voordat je in een ziekenhuis bent. Ja, nou, voor die tijd ben je inderdaad al dood. Hij is daar dan overleden, maar oké. Hij is 40 minuten met hem bezig geweest om te reanimeren, wat helaas niet meer baatte. Nee, je moet ook luisteren naar zo iemand als hij nog bij is, dat hij nog kan praten. En hij kon nog praten, maar luisteren was er niet echt goed bij. Maar ja, oké, doet er niet toe, gedaan de zaken nemen geen keer. Hij is nu in de hemel en hij heeft geen pijn meer en ik ben ook blij dat hij dit niet mee hoeft te maken. Misschien ziet hij het wel van bovenaf, maar dit had hij nou denk ik ook niet gered als hij al nog geleefd had. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik ga lekker eventjes bezig en ik zal mijn diertjes even wat geven. En mezelf en ik spreek jullie later. Doei! Ja, ik ben weer thuis. Ik was even met Rijk aan het lopen. Want ja, om 7 uur begint. Weet ik wel, die persconferentie. Ik vergeet iedere keer zijn naam als ik het weten moet. En als ik het niet weten moet, weet ik hem wel. Mark Rutte. Haha, ja. Maar ik was. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Die is klaar met renderen, oftewel editen. Hij kan dus naar YouTube gebracht worden, maar dat doe ik zo meteen wel. Maar hij is klaar, zoals jullie kunnen zien. En dat komt zo meteen wel. Ik ga nou eerst voor de dieren zorgen. Ik weet niet eens, ja, half 6. Mooie tijd, toch? En mijn vleesje bakken. Ja, want het is eigenlijk eentje die rood moet blijven van binnen, maar dan krijg ik het niet weg. Dus ik moet hem gaar hebben. Ja, ik ga hem even pakken. Zo. En daar zit het uitje in. Dat is ook lekker pakken. Eerste biefstuk. Komt ook al uit Ierland. Niet een stukje voor jou, schat. Nee, echt niet. Maar dat ga ik bakken. Er zit geloof ik kruidenboter bij. Maar ik bak hem daar niet in. Nee. Ik bak hem lekker in vloeibare dinges. Ja. Kruidenboter. Rundvlees, kruidenboter. Ja, nou en dat ga ik dus lekker klaarmaken. En wat ik erbij eet weet ik nog niet. Dat zie ik straks wel weer. Ja. Ik ga hier in ieder geval eerst... De diertjes zo doen en mezelf aan een bak koffie trakteren, mag ook wel. Oh nee, die staat er nog, is of zo. Ja, die staat er nog. Ik had het gemaakt voordat ik wegging. Het was nog kokend heet, dus ik heb het nou op te drinken. Ja toch? Ja, dat gaat wel, lekker bakkie. Het is nog steeds warm, kun je nagaan. Heerlijk. Hé? Nou, daar is Eeuwendruk aan het poetsen. Hier loopt Kallo rond. Ze willen allemaal eten. Rijka die zit nou daar ook. Of tenminste staat. Dus ja, ik heb weer een hoop te doen. Zoals jullie zien. Want klaar kom je toch nooit. Nee, ja, wanneer je er niet meer bent, dan ben je klaar. Dan mag je naar huis toe. Maar, dat wil ik nog niet. Nee, we gaan vrolijk door. Ja, toch? Ze zeggen tot later en kijken, hè, straks om 7 uur op Nederland 1. Ja. Dus komt allemaal goed. En ik geloof dat de rest van ons leven ook wel goed komt, hoor. Ja hoor, gewoon weer doorgaan met ademhalen en als alles weer achter de rug is, gewoon je leven weer oppakken en niet bang zijn van, oh, 1,5 meter. Nee, kom weer lekker bij elkaar, omhels elkaar.
Geef elkaar warmte, geef elkaar liefde. Simpel. Ja toch? Al het andere vergeten. Kom op. Nou, ze zeggen geniet ze, want het is nog steeds prachtig mooi weer. En daar ben ik blij mee. Doei!